is niet je ultieme ambitie om te vertrekken naar het buitenland, naar eender welke club. Nee. Nee. Want veel spelers gebruiken het EK of kunnen het EK gebruiken als een springplank natuurlijk. Ja, maar ik zeg het, als de juiste ploeg komt. Uiteindelijk, ik ben 29 jaar bijna en dan is het ook niet meer van ik ga zomaar naar het buitenland, naar een of andere ploeg, om dat ook als springplank te gebruiken of voor naar een grotere club te gaan. Dus in dat opzicht is die leeftijd misschien een beetje minder, een groter probleem daarin. Maar ik denk niet dat ik in het buitenland moet spelen om te laten zien aan de bondscoach dat ik hier kan spelen. Oké, Yves? Ja, we weten dat je helemaal niet graag op de bank zit tijdens de play-offs, is dat gebleken. Wat was het vervelendst, in de tribune zitten bij de Duivels of op de bank bij club tijdens de play-offs? Goh, dan toch sowieso nog op de tribune, omdat je uiteindelijk op dat moment helemaal niks meer kunt betekenen voor de ploeg in die wedstrijd. En als je op de bank zit, kun je nog altijd invallen en misschien het verschil maken, wat in die play-offs natuurlijk ook nog gebeurd is tegen Antwerpen bijvoorbeeld. Dus op de tribune zitten is nog een heel andere beleving, omdat je maakt wel deel uit van de 25 spelers die er dan op dat moment bij zijn. Maar toch, je kunt op dat moment de ploeg niet helpen met je kwaliteiten of met je spel. Dus vind ik dat toch nog altijd minder fijn. Ja. Een ander vraagje. De bondscoach heeft gisteren gezegd dat er van de UEFA geen familiedag mag georganiseerd worden. Denk dat jij een echte familieman bent? Hoe moeilijk is dat voor jou? En ja, hoe wordt er daarover in de groep mee omgegaan? Ja, dat is niet plezant natuurlijk. Ik denk dat iedereen graag, zeker als je nu al dikke 3 weken van huis bent, dat je graag eens naar je vrouw en naar de kinderen gaat. Voor mijn geval nog geen kinderen, maar voor vele spelers wel. Langs de andere kant is het misschien voor mij nog iets anders, omdat ik toch altijd in België ben, toch altijd veel bij mijn familie ben. Voor andere spelers die in het buitenland spelen, die hun ouders of familie minder zien, is het misschien nog een stuk lastiger. Maar uiteindelijk, ja, de regels zijn op dit moment zo. Corona speelt daar natuurlijk ook geen goede rol in. En dan moeten we dat gewoon aanvaarden. En uiteindelijk ligt die focus gewoon vol op het winnen van het TK. Dus dan mag dat geen probleem zijn. Dank u. Oké. Nog vragen? Nog eentje voor Jurgen hier. Hans, bij invalbeurt had ik ook de indruk dat Kevin heel snel naar de kant kwam, dat hij echt wel die minuten wilde gunnen. Heb je het gevoel dat je in de groep echt er volledig bij, uiteraard volledig bij hoort, maar dat die status hetzelfde is als bij de andere spelers? Goh, de status is misschien iets anders, maar uiteindelijk voel ik me wel gewoon een van de groep. Ik vind dat ook wel een sterkte is van deze groep. Het hangt gewoon heel goed aan elkaar. Iedereen gaat met iedereen om. Ook hier worden veel spelletjes gespeeld. De ene keer is dat met die vier mensen, dan is dat weer met die andere spelers. Dus de sfeer in de groep is gewoon heel, heel goed, heel aangenaam. En ik voel me daar zeker eentje van. Want ja, je had ook veel het kaartspel en zo, vooraf dat je ook altijd aan mee. Ben je ook een van de sfeermakers dan ook in de groep of die de anderen erbij betrekt? Sfeermakers. Ik probeer altijd wel wat mee te zeggen en soms eens een grappige opmerking te maken. Maar de grootste sfeermaker ben ik niet in deze groep. Maar ik probeer wel mee te doen en inderdaad met kaarten, met andere spelletjes. Ik vind het gewoon fijn om met deze groep dingen te doen hier als we hier zitten en niet alleen in mijn eentje op de kamer te zitten. Dus vind ik het wel fijn om mij een beetje te mengen in de groep en gewoon leuke dingen samen te doen.